Hallo Kastje van YouTube, ik ben Mark en ben u vandaag weer terug met The Crowns. De vorige aflevering ben ik hier gebleven. We zijn, zoals je waarschijnlijk wel kunt zien, zijn we weer terug op het eerste eiland. Dat komt omdat ik dus bij het vierde eiland een portal wil aanvallen en dat ging echt niet zoals ik had verwacht. Dus daarom zitten we nu weer in het eerste eiland. Gaat dus betekenen dat we dus in ieder geval wel op dit eiland de portal kunnen geslopen, want dat hadden we nog even overgeslagen. Ik weet eigenlijk ook niet precies waarom. Maar dat terzijde, we gaan dus in een van deze afleveringen de portal van de cliff slopen. En ik denk dat het dus ook betekent dat er op dit eiland ook nog maar één portal zit. Ik weet het niet heel zeker. Ik kan wel even gaan kijken bij mijn dock. Maar ik denk dat er maar eentje is. We hebben natuurlijk ook nog allemaal mensjes die hier natuurlijk komen. Oh, en we hebben ook nog een farm. Dat is wel handig. Want dan weet ik in ieder geval welke kant ik ongeveer tot hoever ik moet gaan. Maar ik weet nou niet precies waar die dok ook weer zit. Hier. Maar ja, de boot is weer gesloopt. Dus ik verwacht dat er hier ook de portal aan de... Hoe heet dat nou? Aan de einddok nog zit. Dat weet ik niet heel zeker hoor, maar het kan dat hij er nog is. Dus dan gaan we deze kant nog wel even een beetje uitbreiden natuurlijk. Totdat we op de locatie zitten van de farm. Zodat we daar in ieder geval ook wat coins mee kunnen verdienen. Want ja, het... Oh, dank je voor de coin. Want ja, we hebben natuurlijk niet heel wat mensen meer. Zo, maar dan hebben we in ieder geval toch wat mensen. Ja, zoals je kunt zien is het ook weer gewoon dag 1. Dus we beginnen eigenlijk gewoon vanaf het begin helemaal weer. Dus aan de ene kant geen probleem. Het is een beetje van, ja, dan heb je zoveel progressie gemaakt en dan moet je weer helemaal overnieuw beginnen. Jammer. Maar wat kan ik er op het moment aan doen? Helemaal niks. Ik had eigenlijk gewoon meer voorbereiding moeten treffen. Met die portals lopen en zo. Ik dacht van, oh, dat gaat wel. Komen er twee van die gigantische monsters aan. Ja, dat was mijn fout. Wil ik dus dadelijk als ik de coins heb, dan ga ik eventjes de volgende muur alvast regelen. En dan kan ik natuurlijk een beetje gaan kijken of ik daar toevallig een farm kan regelen. Of farmers. Maar ik ga natuurlijk nog niet gelijk farmers recruiten. Want dan blijven ze natuurlijk daar en dat is niet echt heel verstandig. Dus ik maak deze muur eerst, denk ik. Ja, dan heb ik precies zo genoeg aan de andere kant. Dat is wel fijn. Oh, dat was maar met 3 coins. Oké. Okay. Dus dan heb ik binnenkort nog wel even wat farmers nodig. Oké, de eerste muur is dus af. Want die andere builder die gaat dan gelijk naar de volgende muur. Oké, hier hebben we dus die sikkels. Ik wil ook deze twee mannetjes er nog wel even bij.
eigenlijk moet ik een beetje tot hier gaan weghalen met de bomen. Dus niet met het kamp en zo. Maar gewoon hierachter. Dat gaat dus wel betekenen dat ik een heel eind volgens mij moet. Ik weet ook niet heel zeker. Want ja, die vliegende. Met die vleugels, die heb ik natuurlijk nog niet in mount. Misschien wel verstandig om natuurlijk binnenkort even weer te halen. Volgens mij was dat op dit eiland. Die ik kon krijgen. Oké, okay, ja, hier is de eindpot. Want het is aan deze kant. Maar ja, dit paard heeft ook niet echt de stamina van de beste paard of zo. Zodra die mannetje rent, is hij nog net wat sneller dan mij. Totdat ik begin te rennen, dan niet meer. Ja, je kan ook een katapult regelen, maar dat vind ik niet echt nodig, denk ik. Ik ga nu dus ongeveer 4 farmers regelen. Zodat we in ieder geval daar ook een goede inkomen mee hebben. Dat is in ieder geval één. En natuurlijk hebben we ook de beurtje, dus in principe maakt dat niet heel veel uit. Of ja, dat bedoel ik dus mee dat we niet zoveel uitmaakt met de tekortkoming aan... coins, want we hebben nu toch heel altijd een budget die daarvoor kan regelen. Oké, nog 3 van die sikkels. Oké, ik had er nu hier nog eentje recruiten, dus dan hebben we in ieder geval 4 mensen die dus farms kunnen worden. Dat is precies waar ik voor ga. En de rest van de knights en archers. Het is ook niet echt handig dat de catapult ding daar zit. Toevallig nog wat gems voor me. Volgens mij heb ik iets van 3 nodig. Auw, en daar waren ze. Wow. Nou, daar heb je meer. Nou, top. Kan ik deze gems weer in de kist stouwen. Nu is al gelijk bezig met farmen. Fijn. Oh, wacht. Eerst nog één farmen regelen. Top 4 farmers.
Ja, in principe hebben we eigenlijk alleen de rechterkant van je vuist. Oh mijn god. Ik begin opeens te moeten gapen. Maar dan zit ik even na te denken, want als ik dan die bom wil maken, dan moet ik natuurlijk aan de rechterkant meer ruimte hebben. Dus dat gaat waarschijnlijk een tocht door het bos moeten worden. Dus dan gaan we gewoon langzaam, maar zeker gaan we dus naar het naar dit stuk toe. Want hier in dit gedeelte, daar kunnen we nog best wel wat maken. Het is alleen een beetje irritant dat ik dan niet echt een middenstuk heb. En dat gaat waarschijnlijk ook betekenen dat dit kampje wel weg moet, helaas. Maar dat maakt in principe niet heel wat uit. Gewoon vanwege het feit dat we er natuurlijk nog eentje dichterbij hebben zitten. Oké, dus er gaat er nu eentje deze kant op. Dan recruiter hier nog wel even eentje van. Oké, daar is hij. Waarom ga jij dan mee? Dat begrijp ik dan niet helemaal. Je ziet dat er eentje al heen gaat en dan ga je er toch nog achteraan. Zo van, ja, ik ga mee, ik ga mee. Ik heb me niet stoppen, ik ga toch mee. Zo, en dan ga ik nu even de twee van die knights regelen. Voornamelijk aan de rechterkant eerst. Maar aan de linkerkant, ja, dat hoeft natuurlijk niet, omdat er geen portal meer zit. Oké, okay, volgende night. Kunnen we de rest een beetje arches maken. Oké. Oké, ja, jullie hebben nog wel een beetje coins wat te merken. Niet heel wat, maar beter dan niks. Volgens mij zijn mijn bultjes wel gesneuveld. Dus dat zal betekenen dat ik twee nieuwe hamertjes moet hebben. Ja, hier heb je er volgens mij eentje.
En hier heb je waarschijnlijk de ander. Zo, de volgende boulder gaat er naartoe. Ga ik eventjes de coins ophalen. Ga ik dus even een aantal boulders er weer bij regelen. Want ik had er maar 3. Dus misschien moet ik er wel wat mee hebben. Zo, 2 builders nu voor nu eventjes, tenminste. Oké, jij hebt ook weer coins wat te merken. Oké, die laatste archer die laat ik wel even zitten, want dan krijg je meestal op een ander moment meer coins. Dat is wel handiger. Oké, dan maak ik er nog 2 hamertjes bij, want ik denk dat die andere bulders daar ook wel weer gaan sneuvelen. Denk ik zo tenminste. Welke nacht is er nou? Oh, 5 nog maar. Dat valt wel mee. Ik verwacht dat het al wel wat langer was. Zo te zien niet. Nou, eens zien. Oh, je hebt nog een coin. Lol. Maar wacht, hoe heeft hij een coin? En is hij nog steeds van ons koninkrijk terwijl hij langs die mensen is gekomen? Begrijp ik niet helemaal. Ja, langzaam maar zeker begint het al wat minder bebost te worden. Als dat een goede. Als dat een goed woord ervoor is. Ik denk het niet, maar hey. Oh, oké.
knalde coins. Dat is altijd wel fijn, dat hij ook nog een beetje coins geeft. Natuurlijk niet zoveel te zijn, maar ieder beetje helpt. Wat, ik ga even naar de linkerkant even kijken of er toevallig daar wat is wat ik nog mee moet nemen later. What the fuck hebben jullie lopen doen? Nou ja, wat ze ook hebben gedaan, het is positief. Hier is dus ook nog een kampje, dat is wel fijn. Nee, niet oppakken jij. Aha, ballista. Dat is één. Nu de rest nog. Welke eiland had ik die bakkerij dan ook weer gehad? Tweede of de derde, volgens mij. Mijn tweede. Waar ik me kan herinneren. Ja. Zou ik deze twee knights natuurlijk ook alvast even regelen? Zodra dat persoontje aan de rechterkant bij het kamp begint te buggen, dan weet ik dat ze er zijn. Ja, nu. Nou, dan gaat de ballista hermit. Dat maakt er misschien niet zoveel uit. We zijn wel weer wat bulders kwijt, helaas. Maar ja, zodra we wat dichterbij komen weer, ja, dan is het niet zo'n probleem natuurlijk meer. Dus ik ben er ongeveer weer twee verloren, dus dan moet ik er weer twee natuurlijk bijhalen. Het is natuurlijk niet van hoogste nood om wat extra builders erbij te regelen, maar je weet het nooit. Even kijken, hoe gaat het hier? Ik zat te merken, goed. Je hebt weer coins. Mooi.
Wel fijn dat ik zo'n kampje zo dichtbij heb. Nou ja, nu jullie toch bezig zijn, kunnen jullie die bom natuurlijk ook gelijk opmaken. Oké, dus er zijn hier 3 bulders. Ik heb zo'n gevoel dat ze wel weer een bouwmateriaal kwijt gaan worden. Dus ik ga ondertussen weer eventjes richting ons kasteel, om daar even weer 3 hamertjes te kopen. Zo. Hoppakee. Weer 2 mensjes erbij. En weer dag 8. Oké, even eten en dan ga ik even weer doorgaan. Ja, er zijn weer wat beelders gesneuveld. Rip. Maar dat maakt niet uit. Daar was ik al op voorbereid. We komen nu al behoorlijk dichtbij. Ik vind het wel jammer dat deze statues nu gem kosten in plaats van coins. Maar het is nog wel wat irritanter. Als ik dan ook nog een goede loop. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk hoef ik helemaal geen ballista te hebben op dit eiland. Ja, zodra we die cliff cave hebben kapot gemaakt, dan is het in principe al klaar. Maar nu ga ik eventjes naar de linkerkant. Even kijken bij je dok of ze toevallig die vuurtoren nog heel is of niet. Ik heb zo'n gevoel van niet, maar ik weet het eigenlijk niet.
Lekker weer dat hele eind rennen. Gelukkig heeft deze man nog behoorlijke stamina. Dus daar hoef ik me niet zoveel zorgen te maken. Er is toevallig al eentje spant at the moment. Ja, oh. We zien wel het kasteel, of het vuurtoren gefixt. Dat is fijn. Zo, die coin laat ik daar. En die pakt altijd nog wel een. Als zo'n persoon op. Dus ik ben waarschijnlijk weer twee bulls kwijt. Ik kan er al vanuit gaan, van wel. Oké. Ja, zijn ze wel verloren. Maar we komen wel heel dichtbij en dat is wel heel fijn. We niet zo ver meer hoeven. Eigenlijk moet ik hier die muur gaan fixen. Laat ik dat gewoon nu doen. Laat ik gewoon een hashtag YOLO zeggen en gewoon doen. Want hier is natuurlijk ook gelijk zo'n steen, mocht ik die nodig hebben. Niet heel voor een hele benodigheid, maar hey, het kan. Want ja, dan hebben we in ieder geval wel een heel grote ruimte om alles aan deze kant nog even te kunnen regelen. Ik denk dat de muur wel zo hoog even laat. Tot de volgende dag. Oké, hier komt ook nog wat shit te staan. Speren, katapult. Katapult kan wel handig zijn, ja. Zo, lekker hoor. Ah, de tapete. Hoe de hel zijn ze nu al door die muur heen gebroken? Dat snap ik niet. Dus ben ik nou alweer een aantal bultes kwijt? Volgens mij wel.
Nog twee bompjes daarna nog even regelen. Zo. Maar dan moet je nagaan, dan heb ik net een kattenbot gemaakt en dan is hij ook alweer kapot. Zo, gelijk fixen die shit. Maar kijk, zo groot laat ik het bos dus zitten. Of de linkerkant even kijken hoe het daar zit. Er zijn nog wel een aantal mensen die nog geen shit te doen hebben. Oké, even nog die kattenbolt regelen, even kijken hoe het deze nacht gaat en dan vind ik het wel genoeg geweest. Oké. Oh wacht, ze zijn hier al. Fuck. Hoe de fuck zijn ze hier zo snel? Misschien zijn ze hier zo snel, omdat er hier heel dichtbij een portal zit. Misschien dat het een antwoord is op mijn vraag. Nee, nog niet genoeg. Maar dat scheelde eigenlijk ook niet zoveel. Deze muur was weer gesloopt. Hoppakee. Next wall. Want ja, hier zit hij al. De cliff portal. Dus in principe is het niet zo heel logisch dat ze zo vroeg zijn.
Ik zat er even na te denken om misschien nog een farm neer te zetten, maar daarvan nee. Hoppakee. Als het goed is, kunnen we nu ook de bom regelen en zo. Ja, nice. Maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus de Cliff Portal aanvallen. En dan gelijk waarschijnlijk door naar het tweede eiland. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en abonneer je kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.